De Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, kijkt kritisch naar de wet arbeidsbescherming gezin. Dit zei Wilgo Bilkendijk, voorzitter van de ASFA, donderdag in ons actualiteitenprogramma Panorama. Bilkendijk zegt dat de ASFA en de VSB het met elkaar eens zijn dat er vanuit het bedrijfsleven gewerkt moet worden naar betere faciliteiten en betere jobs. Volgens Bilkendijk heeft het bedrijfsleven een onderhoud gevraagd met arbeidsminister Suharto Mustaja. Dat is eigenlijk precies ons klacht, dat in feite het overleg onvoldoende is en eigenlijk te weinig rekening wordt gehouden met het commentaar binnen het overleg zelf. Want het overleg is die partij samengesteld, dus het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid. En je zou verwachten dat men daar wel rekening mee houdt. Laat me vooropstellen dat in principe wat er wel is, kijk, wanneer je dus wil gaan voor decent work, moeten wij onze definitie ervan hebben. Hè? Nu is eigenlijk de ILO geeft de richtlijnen. Maar ILO kijkt niet naar wat moet gelden in een third world country of wat land in ontwikkeling. En dan kijken ze naar die mooie dingen die je wel aan mensen wil geven. Ik zeg nogmaals, we staan niet in de positie van against decent work. Integendeel, we willen meegaan ermee. Gefaseerd doorvoeren is een van de belangrijke dingen. Maar uiteindelijk heb je die handhavingsinstrumenten die je onvoldoende hebt als overheid. Dus in het pensioenfonds bijvoorbeeld, onvoldoende wordt daarin gestort. Dus het hele systeem is niet controllable, is niet manageable. En daar vrezen we voor. Jennifer Vreedzaam is voorzitter van de commissie van rapporteurs van het ministerie van Arbeid. Ze benadrukt dat de wet niet alleen belangrijk is voor de moeder en de vader, maar ook het ongeboren kind moet beschermd worden. Nou, we hebben dieper gekeken omdat de kern van de zaak is van ja, is het de bevallingsverlof en de zwangerschapsverlof en de bevallingsverlof van de moeder, dat is één. We hebben daarbij is de vadersverlof erbij gekomen. Maar de kern is dat je het recht van de vrouw en de bescherming van het kind om erbij te zijn bij de opvoeding, bij de eerste 4 maanden van het kind, dat inderdaad ook mee wordt genomen. En dat het een gezin is dat je dan beschermt. Als we praten over op het gebied van arbeid. Voor ons hebben we ook gezegd, moet als eerste de regering moet een bijdrage beginnen te leveren in het fonds, zodat het kan beginnen te werken. Dus het is een kwestie van onderhandelen en overleg in dialoog om dit te laten werken. En zo hebben we de wet ook in elkaar gezet dat het is geen dwingende maatregel om te zeggen van ja, jullie moeten zetten en alle werkgevers. Nee, we moeten erover praten, omdat we weten dat de economische situatie van Suriname en de wereldeconomie schommelt. Okay. We komen uit een crisis en wat is de financiële risico van de betaling daarvan. En dat is een discussie, denk ik, dat het ministerie en de werkgevers en de werknemersorganisatie, dat ze in dialoog daarover moeten gaan. Jennifer Vreedzaam, voorzitter van de commissie van rapporteurs van het ministerie van Arbeid. Ze sprak afgelopen donderdag in het actualiteitenprogramma Panorama over de wet arbeidsbescherming gezin.